Vorig jaar juni heb ik de opleiding tot Leudalgids afgerond en sinds die tijd verzorg ik af en toe wandelingen en excursies in het Leudalgebied samen met mijn collega-gidsen. Ook ben ik één keer in de twee maanden Bali-medewerker om op die manier vragen die in het bezoekerscentrum gesteld worden mee te kunnen nemen tijdens de wandelingen. Daarnaast ben ik lid van de PR-werkgroep om te kijken of we het bezoekerscentrum Leudal nog beter onder de aandacht kunnen krijgen. De oproep voor vrijwilligers kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik reis graag, heb al veel landen gezien en ook in hele mooie natuurgebieden gewandeld. Maar de natuur in mijn eigen omgeving kende ik eigenlijk helemaal niet. Vrijwilliger worden bij Groen Hart Leudal bood voor mij een unieke kans om en het Leudalgebied beter te leren kennen, maar ook om weer nieuwe dingen te leren. Regelmatig verzorgen we activiteiten in het kader van nationale acties, zoals bijvoorbeeld de Nationale Vogelweek of de Nacht van de Nacht. Maar soms haken we ook aan bij een lokale gebeurtenis en maken daar een leuke informatieve wandeling bij, zoals bijvoorbeeld de processie van Nuenen. Heb je interesse in alles wat het Leudal te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld de natuur, de cultuur, zijn ontstaansgeschiedenis, bezoekers en bewoners? Denk dan eens aan vrijwilliger worden bij het bezoekerscentrum Leudal. Het is echt een hele leuke vrije tijdsbesteding.